welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. 17 augustus. 17 augustus. Man. Het festivalseizoen zit er alweer bijna op. Echt ongelooflijk. Vandaag gaan we naar Decibel. En morgen trouwens ook. Voor het eerst slapen we er geen weekend. Dus ik ga jullie twee losse dagen meenemen. We slapen gewoon lekker thuis. Lekker eigen bed, eigen douche. Het is nu bijna 2:30. Beetje laat, ik weet het. Oeh, sorry. Hoi. Hoi. Maar ja, we gaan er een leuke dag van maken. This is our church.
Het is zondag vandaag, de hoeveelste? Wie gaat me vertellen? Nee. 19 augustus, de zondag van Decibel. Het is heet. Het is warm en het is 3:10. En we gaan nu richting het festival. Gisteren was echt een hele rare dag, maar dat komt denk ik voornamelijk omdat we niet een heel weekend daar zitten. En er nou echt 3 festivaldagen zijn, dus er is wel een andere sfeer dan Decibel normaal. En ja, vandaag ga ik je dus weer meenemen. Het wordt geen XL aftervlog, maar een normale. Cheers!
Goedenavond, het is dinsdag na Decibel. Ik zal nog even kort samenvatten hoe het weekend was. We waren dus geen weekend geweest met camping, maar twee losse dagen. En ik moet zeggen, het was echt heel anders qua decibelgevoel dan wat je normaal hebt. Bob. Stop hiermee. Bob en ik hebben daarnaast ook nog iets heel leuks gepland staan. Ik ga nu niet zeggen wat, want het is een verrassing voor de aftervlog. Maar jullie komen het heel snel te weten. Ik vond zondag sowieso de leukste dag. En we kwamen binnen bij die Blok Estefan Classic setje. Superleuk. En de sfeer hing er daar ook echt heel goed in. En we hebben voornamelijk bij de uptempo gestaan. Deadly Guns was super vet. En Spitnoise moest 1,5 uur draaien. En die draaide ook heel gaaf. We zijn wel voor het einde zijn we ook weggegaan. In verband met de drukte, want zaterdag hadden we 2 keer in de file gestaan. Ik ben ook niet zo super fit geweest dit weekend. Dus vandaar dat ik ook niet heel veel heb gefilmd. En het maar een hele korte vlog is en geen XL vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en subscriben. En ons te volgen op onze Instagram. @aftervlog. En dan zien we je heel snel weer terug. Over 2 weken zijn we bij het nieuwe feest van Q-Dance te vinden. Impact. En dan ga ik je weer meenemen. Doei.